Minister Stephen McAndrew van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaat in op vragen met betrekking tot onze jongeren. Volgens de bewindsman moet er geen sprake zijn van geweld onder onze jongeren, maar zo ook als het gaat over trainingen die verzorgd moeten worden, zal het ministerie veel meer aandacht besteden aan deze doelgroep. Wel, ik denk dat we toch wel een oproep moeten doen aan alle jongeren om geweld na te laten. Geweld heeft geen plaats voor wat betreft het vinden van oplossingen voor problemen, voor issues. En ik denk dat we toch wel samen met het ministerie van Onderwijs, maar ook met justitie en politie, toch wel moeten nagaan wat in dit kader gedaan kan worden. Want geweld in een samenleving hoort niet. En er is een beetje jongeren te plegen, er is een jongerenbeurs op komst. Ja. Wat is het belangrijkste doel daarvan? Ik denk dat het belangrijkste voor wat betreft de beurs is het verschaffen van volledige informatie aan jongeren. Het kan zijn over opleidingen die worden verzorgd. Als AWJ gaan we ook participeren. De bedoeling is dat het Nationaal Jeugdinstituut participeert en ook jeugdzaken. En we zullen dan jongeren die de stand bezoeken informeren over het werk dat we doen. Maar ook over jongerenparticipatie en dat soort zaken. We'll be right back.